Een 40-jarige vrouw heeft op zaterdag 31 december het leven gelaten tijdens de Pagara-estafette in de binnenstad. De vrouw voelde zich op een bepaald moment onwel en raakte bewusteloos. Volgens de verklaring van haar man leed zij aan astma. Fawzia Poese, hoofd van de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zegt dat artsen in de omgeving best snel hulp hebben verleend. Het mocht echter niet baten. Wat wij hebben vernomen is dat ze dus plotseling onwel werd, kortademig en daar is neergestort. Er waren doktoren ter plaatse, mensen die hier in het AZ werken, die dan daar zijn begonnen met reanimeren. Helaas is die mevrouw toch gekomen te overlijden. Ik denk dat verder onderzoek moet uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is geweest. Het kan zijn dat die mevrouw blijkbaar bekend was met ziektes zoals astma. En als je dan komt in een omgeving waar er zoveel rook is, dan trigger je die astma-reactie. En als je kortademig blijft, ja, kunnen er ernstige gevolgen daarvan komen, waaronder de dood. Sherida Drachman van de Public Relations van de politie betreurt het gebeuren. Zij zegt dat behalve de politie, brandweer en de EHBO-diensten ook het publiek de veiligheid moet waarborgen. Er zijn altijd bij zulke zaken, festiviteiten of festijnen, zijn er verbeterpunten. En een van de verbeterpunten is dat er bijvoorbeeld nagedacht wordt over wanneer er mensen zich onwel voelen in zo'n menigte, hoe er snel ingegrepen kan worden. En een belangrijke bijdrage daarvan, dat volk, die gemeenschap, die groep die daar is voor het feesten, ja, hun bijdrage is daar heel erg belangrijk in. Zij zouden heel snel de persoon die bewusteloos is of onwel is, over elkaar heen kunnen tillen, zodanig dat de persoon niet valt en geen letsels oploopt, maar dat de persoon wel heel snel uit die menigte gehaald kan worden en op die plek kan belanden waar er snel ingegrepen kan worden. Dus dat is wel wat wij als samenleving, daar heb ik het niet over de politie en over geen enkele hulpdienst, maar dat wij als samenleving, als feestvierders, ook meenemen. Dat we daar met z'n allen zijn om feest te vieren. En dat het weliswaar heel druk is. En het kan benauwd worden voor mensen als ze zoveel bij elkaar zijn. En als ruitlopen moeilijk gaat, ja, dan kan het dat iemand onwel wordt. En dat de feestvierders die daar zijn heel snel daarop inspelen. Sherida Drachman van de Public Relations van de politie. We spraken met haar over het incident tijdens de Pagara-estafette, waarbij een 40-jarige vrouw het leven heeft gelaten.